moeilijk is het om de WTA top 100 te bereiken, Stéphanie? Ja, dat is heel moeilijk. Je zult begrijpen, er zijn superveel mensen die tennissen en die goed kunnen tennissen. En de top in tennis is gewoon heel klein. Dat is beperkt tot 100 beste spelers ter wereld. En in andere sporten is die top toch wat breder met mensen die daar hun geld mee kunnen verdienen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld voetbal. Daar zijn gewoon zoveel teams waarin superveel spelers zitten die daar allemaal hun geld mee kunnen verdienen. En bij tennis is dat echt wel beperkt tot... de 100 beste die kunnen er echt goed mee verdienen. En als je in de top 200 ongeveer zit, dan kun je kiet spelen. Dus ja, dat is wel een hele, hele kleine groep wereldwijd. Niet bewegen. Wel bewegen. Afzien. Huilen. Lachen. Hijgen. Diep, dieper en nog dieper gaan. Alles om dat doel te bereiken. Maar waar haal je de motivatie vandaan? Ik haal het voor een deel uit bijzondere verhalen van sporters. In DiegoOntdekt deel ik die verhalen met jullie. Dus kijk, luister en laat je inspireren om gelukkiger en gezonder te worden. Ja. Hey, ik ga jou even introduceren. Want er zijn misschien mensen die jou nog niet kennen. Stéphanie Visscher. Vandaag in de podcast van DiegoOntdekt. Heel aanvallend te spelen. Werkte ook wel echt gigantisch hard. Wilde altijd heel veel uren maken, wat ik weet. En probeert ook gewoon echt aanvallend tennis te spelen. 22 jaar. Is actief als tennisser. Probeert aan de weg te timmeren, als het ware. Zowel bij de singles als bij de dubbels. Dubbels gaat nog beter nu, hè? Ja. En wij gaan babbelen. We gaan echt terug in de tijd. En we gaan kijken waar je nu staat eigenlijk. Ja, zeker. Hey, het tennisspelletje. Wanneer is dat begonnen bij jou? Het is wel echt al lang geleden begonnen. Mijn oudere zus die speelde al een tijdje tennis. En ze is 5 jaar ouder, dus die echt wel een paar jaar ouder. Dus die speelde al wat meer. En ze ging altijd heel veel met mijn vader naar de baan. Nou, en op een gegeven moment kwam ik ook een keertje mee. En toen heb ik mijn eerste ballen geslagen. Toen ik, ik denk dat ik nog net 4 was, misschien net 5, maar een beetje zo rond die leeftijd. En ik was meteen verkocht. Ik vond het superleuk. En van het een kwam het ander. Steeds meer naar de baan. Ook in de tuin oefenen. En elk moment dat ik maar een bal en een racket kon vastpakken, deed ik dat. En steeds meer natuurlijk gaan trainen. En... ook meer toernooien gaan spelen. Dus zo is het een beetje begonnen en gegroeid. Ja, je was 4, hè? Ja. Ja, 4 jaar. En dan ben je nog heel klein natuurlijk, hè? Dan kan je net je tennisracket vasthouden. Ja. Ja, dat zijn mooie momenten. Ik denk dat je die altijd meeneemt, zeg maar. In alles wat je doet. Ja, ik heb nog filmpjes van mezelf, van dat ik 5 jaar was. En dat ik op de baan stond. En dat zijn wel echt... super leuk als je dat terugziet en het plezier spat er vanaf. En dat is ook waarom ik ben begonnen. En ik heb nog steeds super veel plezier in het spel. En dat is uiteindelijk natuurlijk de basis om, om er zoveel tijd en moeite in te steken. Ja, energie. Want ik denk dat je echt trainingsdagen maakt waar je u tegen zegt. Ja. Ja. Want dan word je natuurlijk op een gegeven moment ouder, dat is logisch ook. Je gaat natuurlijk je wedstrijdje spelen. Je gaat merken dat je er beter in wordt. Je stijgt misschien boven de meiden uit in jouw leeftijdscategorie. Wanneer kwam dat moment dat je dacht van, hey, ik zit wel tegen die Nederlandse top, zeg maar, aan? Bij de junioren heb ik het niet over. Ik denk dat je rond de eerste ranglijsten zijn onder 12. Ja. Dus ja, zo'n beetje rond die leeftijd van 10, 11 jaar ga je wel echt meer spelen. En nou ja, kom je dan ook op een ranglijst te staan. Ja, en dan kan je jezelf wel gaan meten met de betere spelers in Nederland. En ja, ik heb eigenlijk wel vanaf heel jong de droom gehad om, nou ja, om ooit professioneel te gaan tennissen. En dat leek me altijd heel mooi. Maar ja, wat we net al zeiden, er zijn er maar 100 op de hele wereld die er echt... nou ja, echt van kunnen leven. En ja, dat maakt natuurlijk dat het heel lastig is. En dat het, nou ja, dat het een hele lange weg is. Maar die droom is er wel al vanaf heel jong geweest. En ja, steeds, nou ja, steeds meer toernooien gaan spelen. En steeds wat hoger op de ranglijst. En ja, toen uiteindelijk onder 18 Nederlands kampioen geworden. Dus ja, dat zijn mooie momenten. Ja, zeker. Ja. Hey, we spoelen even vooruit, want je zei het al, hè, de eerste 100 van zo'n WTA-ranking, ja, die kunnen er echt goed van leven natuurlijk. Ja. Hoe hard moet jij daar tussen knokken, zeg maar? Want ik neem aan dat je echt sponsors moet hebben om die reizen te kunnen betalen. Hoe doe je dat allemaal? Ik heb helaas nog geen sponsoren voor, nou ja, voor echt het reizen. En daar ben ik wel naar op zoek. Dus, dames en heren, mocht je dit filmpje zien en denken van... Hé, dat vind ik leuk om te sponsoren. Even contacten. Toch? Ja. Nou, dat hebben we nog gedaan. Als er mensen zijn die nou ja, affiniteit met tennis hebben... en die daarin wat zouden kunnen betekenen... ik ben wel super dankbaar en blij met een aantal sponsoren die ik heb op het gebied van materiaal. Ja. En nou, in de coronatijd heb ik ook sponsoring gehad van een teststraat, waar ik ook super blij mee ben. Ja, tuurlijk. Dus ja, alle beetjes helpen heel erg. En nou ja, mijn kleding wordt verzorgd door Quick en mijn rackets en snaren en tassen door Technifibre. En ja, daar ben ik natuurlijk super blij mee. Ja, dat kan ik begrijpen. Hè? Want ja, het is ook niet een hele goedkope sport natuurlijk. Nee, helemaal niet. Nee, omdat het natuurlijk ook een mondiale sport is, moet er voor elk toernooi gereisd worden. En ja, als je die kosten bij elkaar optelt, vliegtickets, hotels, af en toe als je een keer een coach mee wil nemen, komen daar natuurlijk nog weer veel kosten bij kijken. Ja, als je het bij elkaar optelt, is het een hele som geld. Hoe staan je ouders daarin eigenlijk, Stéphanie? Nou, ik heb geluk dat mijn ouders me ontzettend ondersteunen. En ja, die mij echt willen helpen in hoever mogelijk om die top te bereiken. En nou, dat heb ik echt vanaf jongs af aan, heb ik heel veel steun en support van hun gehad en nu nog. Dus ja, zonder hun had ik het al nooit zo ver kunnen stoppen. Nou ja, had je hier niet op dit moment kunnen staan. Nee. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, je zei het al, hè, je trainers. Dat zijn natuurlijk ook hele belangrijke mensen. Ja, hoe begeleiden die jou naar die droom toe? Nou, ik ben een paar maanden geleden gestart met een nieuwe tenniscoach. En Alban Meufels. Daar ben ik nou ja, nu een paar maanden mee aan het trainen. En ik was... nadat ik 2 jaar bij de KNLTB had getraind, was ik een beetje zoekende voor een bepaalde periode om nou ja, weer wat nieuws te vinden. De KNLTB stopte met het hele programma boven de 18, dus nou ja, dat werd stopgezet en die werken nu alleen nog met de jeugd. Dus voor mij was het weer even zoeken naar wat nieuws en nou ja, waar heb ik een goede klik mee en wat past goed. En nou, nu heb ik dat wel bij Alban gevonden. Dus daar ben ik heel blij mee. En nou ja, de eerste toernooien zijn ook goed gegaan. Ik heb een goede zomer gehad. Dus blij met die stap die ik heb gezet. We hebben progressie gemaakt. Of jij hebt progressie gemaakt. Ja. Want hoe sta je nu op de ranking? Want je dubbelt en je doet ook single. Hoe sta je daar nu? Ja, mijn hoogste positie in de dubbel is 260. En mijn hoogste positie in de single is 640. Want mik je op beide? Of ga je gewoon, als je denkt van... Hey, in de dubbel, daar kom ik in de top 100 terecht. Ga je dan daar echt de focus op leggen? Of wil je het wel beide blijven combineren zolang het kan? Nou, mijn prioriteit ligt wel op de single nog steeds. En ja, mocht er ooit een moment komen dat het met de single niet lukt en met de dubbel wel, dan wil ik zeker ook nog voor de dubbel gaan. Maar mijn doel is wel echt de top 100 van de single te halen. En ja, de dubbel is voor mij een extra trainingsmoment, een extra wedstrijd op een dag of in de week een paar extra wedstrijden. En ja, zo zie ik het ook. Maar ja, ik heb een paar hele goede resultaten in de dubbel neergezet. En ja, dat is natuurlijk alleen maar mooi. Dat geeft nieuwe ervaringen. Ja, dubbel is toch wel een ander spel. Het is tennis, ja. Maar ja, je gebruikt natuurlijk dezelfde slagen, maar toch wel een heel ander spelletje. En ja, ik vind het leuk om daarin mezelf ook te ontwikkelen. Ja, bijvoorbeeld het netspel komt natuurlijk veel meer aan bod in de dubbel dan in de single. En ik merk dat ik daar ook dankzij de dubbel veel stappen in heb gezet. Ja, dat zijn wel natuurlijk extra trainingsmomentjes, zoals je het al benoemt. Ja. Hoe hard moet je trainen in een week, Stéphanie? Ja, de meeste dagen heb ik wel 2 tennissessies en een fysieke sessie. En ja, het varieert een beetje. Bijvoorbeeld afgelopen week ben ik teruggekomen van 3 weken toernooien in Tunesië. Heb ik heel veel wedstrijden gespeeld. Dus heb ik deze week nou ja, in overleg met mijn team ervoor gekozen om meer fysiek te doen. En wat minder te tennissen. Dus het wisselt wel een beetje, maar nou ja, normale week tennis ik ja, meestal 2 keer per dag, 2 sessies en dan nog een fysieke sessie. Kan je het een beetje vergelijken met een normale werkweek? Ja, nou, ik sta geen 8 uur per dag op de baan. Maar de tijd die ik kwijt ben met reizen daar naartoe en nou ja, dan natuurlijk tussendoor ook weer soms reizen van de een naar de andere plek. Ja, dan ben je wel echt wel een werkweek bezig ongeveer. Ja. Hey, je benoemde het al, je hebt best wel prijzen gewonnen, ook in je jongere jaren. Maar nu, ik heb natuurlijk wel even stiekem research gedaan, je website even bekeken. Mooie website trouwens, dat is altijd goed. Maar je hebt echt wel wat gewonnen al, hè? In je jongere jaren, maar nu ook. Wat zijn een beetje hoogtepunten? Ja, nou, ik denk dat mijn hoogtepunt vanuit de jeugd wel is, wat ik net al noemde, dat ik onder 18 Nederlands kampioen ben geworden. Dat was wel echt een doel ook voor mij, ja, en een droom om dat een keer te behalen. Je staat toch voor eeuwig op die beker. Er stonden, toen ik die beker thuis kreeg, stonden er nog namen van echt tientallen jaren terug stonden nog op die beker. En, ja, dat bekende namen denk ik ook nog. Jawel, zeker. Ja, daar sta je toch wel mooi op. Ja, zeker. Dus dat vond ik heel leuk om daar tussen te mogen staan. En nu nog tussen te staan. En ja, mijn hoogtepunt van mijn professionele carrière is afgelopen zomer gekomen toen ik mijn eerste professionele singletitel won. Ja, en, dat zijn mooie momenten. Ja, was na het winnen van heel veel dubbeltitels al, was dat toch wel echt super mooi dat het nu ook in de single echt op zijn plek viel. En dat ik, nou ja, dat ik voor het eerst een titel mocht winnen. Ja, beschrijf dat moment eens. Want dan, ja, dan sta je natuurlijk, je laatste punt ga je maken. Gieren de zenuwen dan door je lijf? Of kan je daar wel goed tegen? Nou, ik kan er wel redelijk tegen, maar toch zijn er natuurlijk wel echt momenten binnen zo'n wedstrijd, of nou ja, eigenlijk binnen elke wedstrijd wel, dat je momenten van spanning hebt. En ja, het is natuurlijk de kunst om daar zo goed mogelijk mee om te gaan en om dat om te zetten in wat goeds. En ja, ik denk dat ik dat die week wel heel goed heb gedaan. En ja, ik weet nog heel goed dat matchpoint dat ik serveerde en ze speelde hem terug door het midden. En ik had al het idee van, ze denkt dat ik een bepaalde hoek in ga en ik ging de andere hoek in. En ja, ze was er te laat bij. Hij vloog hoog door de lucht en ik dacht, oh, ga uit. Ja. En, want hij was best wel dicht. Nou ja, hij was uiteindelijk dus in de tramrails, maar hij was best wel dicht bij de lijn nog. En toen viel die dus uit en nou ja, toen kwam natuurlijk wel de ontlading van de winst. Ja, maar dat is je eerste toernooi, die win je dan. Ja, dat staat je hele leven natuurlijk bij. Ja, zeker. Ja. Hey, hoe sterk ben je mentaal, Stéphanie? Want ik denk dat het best wel een eenzame sport kan zijn. Want je bent veel alleen natuurlijk. Je bent echt alleen. Ja, uitgezonderd met de dubbels dan. Maar ja, dan moet je wel mentaal goed in je schoenen kunnen staan. Ja, ik denk dat tennis wel... het wordt natuurlijk vaker gezegd dat het een hele mentale sport is. En ik weet niet of mensen die geen ervaring hebben met tennis dat soms helemaal doorhebben. Maar je bent inderdaad helemaal alleen. En je mag ook niet gecoacht worden tijdens een wedstrijd. Dus je moet alles zelf oplossen. En dat maakt het wel lastig. En daarbij wordt er ook heel veel alleen gereisd. Dus je hebt natuurlijk wel spelers die je op de tour, waar je leuk contact mee hebt. Maar het blijven concurrenten. Ja. En heel vaak reis je, uitgezonderd van de hele goede, die reizen natuurlijk met een team. Ja. Maar de spelers op mijn niveau nu nog, die reizen gewoon veel alleen. En dat kan best eenzaam zijn. En ik ben blij dat ik op zich daar niet zoveel moeite mee heb om alleen te zijn. Dus dat scheelt natuurlijk een hoop. Ik hoor ook echt wel van andere spelers dat ze last hebben van heimwee. Of dat ze daar meer moeite mee hebben. Dus ik ben blij dat het bij mij niet zo het geval is. Maar ja, toch ben ik altijd wel weer heel blij als ik thuis ben. En het is toch wat je zegt, veel alleen. Ja. En daarbij is het ook mentaal dat tennis gaat. En dat maakt het mooi, maar ook lastig. Dat er is elke week maar eentje die het toernooi wint. En alle anderen, en er zijn er 32 in het hoofdtoernooi. Dus 31 verliezen die week. En eentje wint. En al die anderen hebben een teleurstelling te verwerken. En dat maakt tennis ook wel een harde sport. Want je kunt bijna nooit kun je alles winnen in de week. Nee. Ja, dat is wel heel pittig dan. En je reist alleen natuurlijk. En je bent dan. En als het dan niet zo lekker gaat. Ja, ik denk dat je. Heb je wel eens momenten gehad van ik ga ermee stoppen? Nee, nou dat niet echt. Natuurlijk, of ik stop even of ik neem een sabbatical. Dat je net hebt verloren en dat je zegt van joh, wat moet ik hier nog mee? Maar uiteindelijk, altijd als ik dan toch een paar uur later of de volgende ochtend wakker werd, had ik toch wel weer zin om weer de baan op te gaan en weer nog harder te werken om mezelf te verbeteren. En om het de week daarna, want dat maakt het zo mooi ook wel weer, dat je de week daarna weer een nieuwe kans hebt. En die kans laat nooit lang op zich wachten binnen de tennis. Dus dan kan je jezelf weer verbeteren en kun je weer... progressie boeken. Dus als je eigenlijk een tegenslag hebt, overwint altijd plezier in het spelletje. Dat wint altijd eigenlijk weer. Ja dat is wel fijn. Want als je denkt van ik krijg tegenslag na tegenslag. En je kan er niet zo goed mee omgaan. Ja, dan zit je daarmee. Dat is natuurlijk wel in bepaalde periodes. En ik denk dat het met alle sporters wel zo is. En zeker ook met tennis. Dat, er zijn gewoon momenten dat het wat minder loopt. En dat je... Ja, soms verlies je wel eens 6 weken achter elkaar in de eerste ronde. En dat maakt het wel... mentaal is dat best wel lastig. Omdat elke keer weer dat verlies te verwerken. En weer de volgende dag weer hard te werken om... om het beter te doen en dan vervolgens de volgende week weer die teleurstelling te krijgen. Ja. Maar uiteindelijk, en dat heb ik ook wel geleerd in de jaren dat ik speel, dat uiteindelijk komt er altijd weer een einde aan zo'n periode. En komt er ook weer dat moment dat het wel in elkaar klikt. En dat je gewoon voelt, dat je de baan opstapt en dat je voelt dat het gewoon goed zit. En ongeacht... winst of verlies, voel je dan wel dat het dat je de juiste dingen hebt gedaan en dat het dat je op de goede weg bent en dat het ritme weer terugkomt. Ja, dus je kan eigenlijk goed relativeren. Jawel, ja. Ja, dus volgens mij ben je een hele nuchtere meid ook. Gewoon in alles eigenlijk wat je doet, zeg maar, in je dagelijks leven. Daarover gesproken. Het sociale gebeuren buiten tennis. Heb je dat eigenlijk nog? Niet zoveel. Nee, ja. Ik... Als ik thuis ben, dan ben ik toch heel veel aan het trainen. En dan op een vrijdagavond ben ik ook echt wel gewoon moe van de trainingsweek. Of nou ja, soms train ik ook nog op zaterdag. En dan zaterdagmiddag ben ik klaar. En dan, ja, dan wil ik ook eigenlijk niet meer met mensen afspreken of dat soort dingen doen. En soms moet ik mezelf daar een beetje toe dwingen om dan toch wel die afspraak te maken. En als ik er dan ben, dan, dan heb je het natuurlijk weer super gezellig met elkaar. Maar ik heb niet superveel sociale contacten buiten tennis. En binnen tennis ook niet zoveel. Maar daar heb ik wel een paar mensen waar ik echt goed contact mee heb. En buiten tennis heb ik gelukkig een hele goede vriendin vanuit mijn jeugd. En die zie ik soms maanden niet. Maar als we elkaar dan weer zien, dan is het weer als vanouds. En ja, zij heeft ook eigenlijk al die jaren met mij meegemaakt. En zij weet ook hoe mijn leven is. En dat maakt het ook wel makkelijk om dan die vriendschap in stand te houden. En dat we toch steeds weer, elke keer als we dan allebei in Elst, waar we allebei zijn opgegroeid zijn, dan spreken we het toch wel weer af. Ja, dat is toch mooi, toch? Ja. Ja, dat je, ik denk dat het wel moeilijk is natuurlijk, want je focus is natuurlijk helemaal op het tennis gericht. Ja. Heb je daar wel eens moeite mee, dat het sociale contacten eigenlijk wegvalt? Nou, eigenlijk heb ik daar nooit echt moeite mee gehad. Ik heb gewoon zoveel plezier altijd in tennis gehad en ik weet nog dat ik best wel jong was en dat ik werd gevraagd door een vriendinnetje om op een kinderfeestje te komen. En dat was echt nog toen ik op de basisschool zat. Jij wou tennissen. Toen had ik echt zonder na te denken gezegd, nee, maar dan heb ik training. Dat kon ik niet. Ja. En, dat meisje was natuurlijk hartstikke teleurgesteld. En ik dacht er niet over om daar mijn training voor af te zeggen. En ik besef me wel dat het ook belangrijk is om dingen naast de tennis te hebben. En ik ben blij dat ik daar gewoon zo'n hele goede vriendin heb van vroeger. En natuurlijk nog wel wat contacten ook binnen het tennis. Maar ik denk dat het ook wel heel belangrijk is om dat nog wel te onderhouden. Voor zover mogelijk. Ja. Ja, ik denk dat het altijd handig is. Ook voor als het op een gegeven moment klaar is. Denk je daar wel eens over na? Even misschien een hele gekke vraag. Maar denk je wel eens na over... Ja, je bent nog volledig in je carrière. Maar denk je wel eens na tennis? Nou, ik denk er wel over na. Maar meer in de zin van... Als ik dan te oud ben om nog door te tennissen. Dus als ik het zelf gemaakt heb. Maar dan daarna. Oh, zo. Ja. Maar ik heb daar nog geen concrete gedachten over. Ik zou niet nu iets weten van dat zou ik dan echt heel leuk vinden. Of dat niet echt. Ik focus me nu wel echt op mijn tennis gaan leggen. En ik kan me goed voorstellen dat ik tegen die tijd nog wel iets in de sport zou willen doen. Maar wat dat dan zal zijn, dat kan ik nu nog niet echt goed inschatten. Nee. Hey, hoe belangrijk is rust? Tijdens zo'n hele harde trainingsweek of het reizen of ertussen. Hoe belangrijk is rust? En in combinatie, hoe ontspan je dan? Ja, rust is heel belangrijk. Ik heb dat wel eens onderschat in mijn paar jaar geleden. En dat zit ook in me, dat ik altijd door wil en altijd meer wil trainen. En lichamelijk kan ik dat op dat moment dan ook wel aan. Maar ik denk dat het ook en voor je lichaam, maar ook voor je geest gewoon heel belangrijk is om rustmomenten te hebben. En ook om echt even ook mentaal los te komen van het tennis. En daar niet continu mee bezig te zijn, want je bent er al heel veel mee bezig. En het zit ook in mijn aard om er heel veel mee bezig te zijn. En wanneer je dan toch die momenten inbouwt om daar even los van te komen, wat leuks te doen... ook op een toernooi soms even een dagje rust en dan met een meisje waarmee je bent even in het zwembad te gaan of wat dan ook. Ja. Of even in de stad te lopen. Ik denk dat dat soort momenten heel belangrijk is. En echte rust als in nachtrust is ook heel belangrijk, want daar ja, daar heb ik gewoon echt veel van nodig. In trainingsweken, maar ook in wedstrijdweken. Dat ik, dan probeer ik wel echt 10 uur te slapen elke nacht. En daar heb ik ook wel echt behoefte aan. Ja, ik denk dat je ook je staat ook vroeg op. Je moet naar de training. Daar ben je dan 2 sessies bezig. Tussendoor ben je nog conditietrainingen aan het doen. Ja, ik denk dat dat wel een hele impact heeft op je lichaam. Ja, zeker. Ja, want ik neem aan dat je ook echt met je voeding bezig bent. Hoe doe je dat allemaal? Hoe manage je dat? Want met reizen, heb je iemand die jou helpt op dat gebied? Toen ik bij de KNLTB trainde, had ik daar wel begeleiding in van een voedingsdeskundige. Maar die heeft vooral toen op dat moment gekeken naar van, wat eet ik op dit moment en of dat goed was. En eigenlijk was ze daar wel heel positief over. Dus ik hoefde gelukkig niet zoveel aanpassingen te maken. Eigenlijk geen aanpassingen en hooguit een paar toevoegingen. Ja. Ik let er natuurlijk wel op, maar ik denk dat het ook... Ja, als je basis gewoon goed is op dat gebied, dan kun je ook wel af en toe wat lekkers eten. Maar de basisdingen moeten gewoon goed zijn. Je moet de juiste hoeveelheid eiwitten en groentes, fruit en dat soort dingen allemaal binnenkrijgen. Ja. En ik denk dat dat ook wel een beetje een gevoel is. En dat je ook wel je lichaam heel goed aanvoelt op den duur. Van wat heeft mijn lichaam nodig? En daar groei je ook gewoon in gedurende de tijd. En ja, nu ben ik daar wel zo bedreven in geworden dat ik dat wel weet. Hey, hoe sta je nu eigenlijk in je tenniscarrière? Waar sta je op dit moment? Wat zijn verbeterpunten voor jou? Waar kan je nog beter in worden? Hoe vind je dat het nu gaat, zeg maar? Je bent 22. Ja. Afgelopen zomer een goede zomer gedraaid. Wanneer gaat dat allemaal weer beginnen? Ik kom net terug van 3 weken in Tunesië en ik ben deze en volgende week dan thuis en daarna ga ik weer weg en dan speel ik nog 2 weken en dan waarschijnlijk daarna nog 2 toernooien dit jaar en dan is wel het jaar voorbij ongeveer. Ja. Het zijn echt wel de laatste loodjes van dit jaar. Maar ik hoop, mezelf nog wel verder te verbeteren. En waar ik vooral de laatste tijd mee bezig ben geweest, is om mijn verdedigende spel te verbeteren. Mm. En daarin nog meer ballen te halen, fysiek nog wat sneller te worden. En steeds de tegenstander de kans geven om nog een fout te maken of om het momentum weer te keren in de rally. Dat ik weer de bovenliggende partij kan worden. Ik ben vooral aanvallend wel heel goed. En wanneer ik in de baan kan tennissen, echt voorwaarts kan spelen, kan ik iemand goed onder druk zetten. En verdedigend was nog wat minder, maar dat wordt ook steeds beter. Dus daar merk ik dat ik wat meer allround word en dat ik nog meer speelsters het moeilijk kan maken. Ja, want stop dan het toernooi. Alle toernooien stoppen dan even. Kan je dan even gas terugnemen? Of is het een bepaalde hardcore grond die dan even stopt? Met toernooien en dat soort dingen? Ja, eigenlijk gaat het met tennis het hele jaar door. Maar in december wordt het wel minder met de toernooien. En dan eigenlijk de meeste spelers die nemen in december ze vrij. En dan gaan ze tenminste vrij van toernooien. Dan gaan ze misschien eerst even op vakantie. En dan gaan ze een trainingsblok doen van 4, 5, 6. Ligt eraan waar je voor kiest. Weken. En dat doen ze meestal in december. Omdat dan de toernooien wat minder zijn. En dan als iedereen op minder toernooien moet inschrijven, worden de toernooien natuurlijk een stuk sterker. Ja. Maar dat gebeurt dus niet, omdat de meeste mensen dan niet meer spelen. Ja. En ik zou wel graag dit jaar nog tot ongeveer de kerst door willen spelen. En nog een paar extra toernooien meepakken. Maar ik moet nog even kijken hoe dat allemaal gaat uitpakken met waar ik dan naartoe moet. Aangezien er dus niet zoveel toernooien op de kalender staan. En dan ga ik waarschijnlijk in januari een trainingsblok doen. Ja, dan ga jij even pas op de plaats maken. Ja. Ja. Hey, even een heel ander vraagje. Wat is jouw favoriete ondergrond om op te spelen? Indoor hardcourt. Ja, dus echt de harde banen. Ja. Hoge, opstuiterende ballen. Nou, snelheid. Eigenlijk is dat niet zo. Eigenlijk stuit hij met hardcourt juist, schiet hij wat meer door. Ja. Op gravel blijft hij wat meer hangen, waardoor hij dus hoger opkomt. Ja. Dus ja, eigenlijk zijn die banen, die hardcourtbanen, die zijn wat sneller dan gravelbanen. En heb je dus iets minder tijd, maar de tegenstander heeft natuurlijk ook minder tijd. Dus ja, kan ik de tegenstander nog wat sneller onder druk zetten. Ja. Hey, en de toekomst? Hoe ziet jouw toekomst eruit? Waar wil je naartoe werken, Stéphanie? Neem ons even mee. Ja, nou, ik hoop natuurlijk binnen een paar jaar op de Grand Slams te staan. En te beginnen natuurlijk met de kwalificaties. En ja, dan geleidelijk aan richting die top 100. En daarmee heb je het hoofdtoernooi van de Grand Slam. Kan je direct aan het hoofdtoernooi deelnemen. Ja. En dat is wel echt mijn doel. En ja, hopelijk natuurlijk daarna nog verder. Maar eerst maar eens zien dat ik in die kwalificaties van die Grand Slams kom. En dan vanuit daar weer een stapje vooruit maken. Want als je natuurlijk een toernooi wint, in de Futures heet dat, hè? Toch? Ja. En ja, hogerop, dan maak je gelijk sprongen ook op die ranglijsten. Klopt. Ja, dat is best wel een groot verschil. Laatst heb ik dan een 15.000 gewonnen. En ja, nou, daarboven heb je 25.000. En dat is qua puntenverschil wel een heel groot verschil. Dat gaat van 10 punten winnen bij een 15.000 naar 50 punten als je 25.000 wint. Dus dat is een heel aanzienlijk verschil. En ja, als je dus die toernooien gaat winnen, dan ga je wel echt grote sprongen maken. En nou ja, kom je echt meer in de richting van 300, 400. Ja, want is geluk ook niet een hele belangrijke factor, zeg maar, in het tennis? Dat het even mee zit? Zeker weten. Ja, dat is altijd, ik denk bij elke sport speelt geluk wel een rol. En ja, dat gaat van kleine dingen tot grote dingen, zullen we maar zeggen. Het kan natuurlijk in de wedstrijd kan één bepaald punt heel belangrijk en bepalend worden. Een loting van een toernooi kan bepalend zijn. Nou, laatst heb ik een keer in de kwartfinale verloor ik van een meisje. En daar verloor ik 7-6 derde van. En die won vervolgens het hele toernooi. Nou ja, dan denk je natuurlijk wel bij jezelf van als ik net dat misschien die ene game meer had gewonnen. Of ja, uiteindelijk hadden we in de statistieken kon je terugzien dat we precies evenveel punten hadden gewonnen in de hele wedstrijd. Ja, dan heeft zij net op een belangrijker moment een punt gewonnen. Ja. En ja, als ik dat had gedaan, had ik het hele toernooi kunnen winnen. En ja, soms en heel vaak zijn het hele kleine details, want iedereen kan gewoon echt goed tennissen. En ja, er zijn gewoon geen slechte meiden meer op dit niveau. Dus, over wat schat je zelf in? Over 7 jaar? Komen dan je beste jaren? Of ja, het liefst eerder natuurlijk. Ja, ik hoop iets eerder. Ja, nou, ik hoop tussen 3 en 5 jaar. Oké, tussen 3 en 5 jaar. Staat nu vastgelegd, hè? Ja. nee, stoptigheid. Hey, Stéphanie, ik zie dat we, dat is natuurlijk met het digitale tijdperk, ik zie dat we nog 5 minuutjes hebben. Ik vond het, we gaan hier een beetje mee afronden. Dat zijn natuurlijk de leukste gesprekken, hè? Zo op, ja, uit het niets eigenlijk. Ik wil je heel erg bedanken voor jouw tijd. Ik hoop dat je het zelf ook leuk vindt. Het was hartstikke leuk. Ik vond het heel leuk dat ik de gast mocht zijn. En ja, ik heb ervan genoten. Goed zo. Ik heb er ook van genoten. Ik ga me nog even richten op de kijkers. Mocht je dit filmpje natuurlijk leuk vinden. Mocht je nog een sponsor hebben voor Stéphanie. Ja, meld je dan aan. Ja, de website. Die mag je zelf even benoemen, Stéphanie. www.stephanievisser.com. Oké, daar en contact maken. En ja, dat zou heel erg fijn zijn voor Stéphanie. Want dan kan ze werken aan een hele mooie droom. En dat is die top 100 binnenstormen. Ja. Over 3-4 jaar, hoorde ik net. Hey, voor de kijkers verder, mocht je het filmpje leuk vinden, abonneer op het YouTube kanaal. Op Spotify zijn we natuurlijk alleen te horen. Dus daar druk ook even op het follow knopje. En dan zou ik zeggen, tot de volgende, dames en heren. Stéphanie, bedankt nogmaals. Ja, heel erg bedankt.